Ding, ding. Jij bent Thierry. Ga even bellen. Hallo, zal ik even terugbellen? Gaan we bellen. Hi Thierry, hallo, hoe is het? Ja, gaat goed? Ja, hoi, hallo, hallo? Thierry, hallo? Bel even. Ja, hallo, dag Thierry. Dag schat. Oh, hallo, oh ja. Hey, dag Thierry. Gaan we weer even een kringetje dansen? We maken een kringetje van jongens en van meisjes. We maken een kringetje van tralala. Maak nu een buiging. Maak nu een buiging. Bij de hand, bij de hand. Pak je vriendje bij de hand, bij de hand. Hé, hey, dat was mooi. Ja? Hoe is het met je, Esra? Beetje raar gevoel zeker dat je nu gaat, of niet? Hupsakee. We worden om 1 uur op de groep verwacht en dan hebben we een intake. Dan, ik weet niet welke kamer je krijgt, want het is allemaal nu heel snel gegaan natuurlijk. Ya Fox ben anneyi yerini tutar mı? Ve baba yerini tutar mı? Fox sadece dışarıdan bir görevli. Maar wilt u er iets over zeggen tegen mij, over de situatie dan? Want we zijn nou op weg voor de plaatsing van Esra, maar... Bu yapılanlardan memnun değilim. Bu yapılanlardan memnun değilim. Ya bir çocuğu aileden kopardıktan sonra olabilecek problemin içine zaten düştük. Yaşanmayacak şeylerin hepsini yaşadık. En sonunda çocuğu düşman ettiler bize. Ze kunnen niet zo goed met elkaar vinden. En dat is ook wat er steeds gebeurt. Want dan willen ze heel graag weer met elkaar zijn. En dan, ja, dan gaat het altijd maar heel eventjes goed. En dan vervolgens staan ze elkaar letterlijk gewoon uit leven. En dat is omdat Esra heel veel begeleiding en hulp nodig heeft. Maar haar moeder in de opvoeding ook. En dat lukt hun niet om daar met z'n tweeën goed uit te komen. En dat heeft omdat Esra die begeleiding nodig heeft. En moeder te druk heeft ook met de opvoeding van de andere kinderen. En dan is het zelfs ook ronduit wel eens gevaarlijk voor elkaar. De hele boel wordt kort en klein geslagen. En door Esra. En ja, Esra is al een aantal jaren uit huis. Ik weet dan niet eens precies hoe lang, maar... En steeds wordt het dan weer geprobeerd. En dan gaan ze met goede moed weer met elkaar verder. En dat gaat altijd maar heel eventjes goed. Dus toen is er ook besloten, van, nou, het is voor Esra gewoon het beste dat zij niet in het gezin opgroeit, maar ergens anders. Want de hulpverlening die er nu is bij u, bij Ünal... Ben sizin hiçbir şekilde yardım istemiyorum ki. Ben en azından bir Türk bir kontak personum olduktan sonra ben bu durumların hiçbirini yaşamazdım. Hiçbir şekilde kurtuluş yok bunlarda. Maar de hulpverleners die bij u langs zijn gekomen, die maken zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Die vinden het gewoon onveilig. Hoe ze op moeten groeien. Çünkü çocuğu kendileri yetiştirdiler. 9 sene kendileri yetiştirdi çocukları. Dus wat ze moeten doen is dat, dat het een hele goede moeder op afstand is. Want ze is heel lief en zorgzaam voor die kinderen. Bunların hakkından Allah gelir ancak.
goed luisteren, samen afspraken maken. Niet meteen je kont in de krib. Toch? Ik neem ook contact met jou op. Als je dan even dat... Hou het goed in de gaten, ja? Oké. Oké dan. Wil je nog even afscheid nemen? Niet echt. Oké, komt u maar. Dan gaan we. Gaat u mee? We gaan het allemaal bespreken met elkaar. Oké, Esra, succes. Doe je best. Kom maar. Oké. Ja? Gaat u mee? Kom maar. We gaan. Hallo! Hé, hey, Jerry, krijg een grote lach, of niet? Hé! Hey. High five, jongen! Ja, we gaan op pad! Hé, hey, ik kom daarna gewoon even nog even langs bij en dan... Moest ik iets meenemen? Wat is dit? Voor de verschoning? Sluiers en drinken. Okay. Helemaal top. Even je hoofd eerst. Voilà! Zit je goed? Zo. Helemaal goed. Ik ga daarvoor zitten. Zie ik je zo. Ja, gaan we weer even op pad, hè? Ja. 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 Ben je vader langs? Ja. 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 Wat heb je nog meer meegemaakt? Ja. En met Jamie, hè? Jamie gaat naar zijn papa even toe. Ja. 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 Ja, de moeder die ziet vader als de kwade genius in het geheel. Dat hij zo gewelddadig naar haar is. En daar heeft ze nu aangifte voor gedaan, vertelde ze van de week. Zal de politie daar wel iets mee gaan doen? En in de tussentijd moet ik zorgen dat het veilig is voor de kinderen. Ze moet ook eigenlijk naar een blijf van mijn lijf uit. In eerste instantie waren ze ook een beetje bang dat het ook niet veilig genoeg zou zijn. Dus daarvoor ging ze Amsterdam uit. Nou, de moeder heeft een beperking, waardoor ze denkt, ja, die heeft meer begeleiding nodig dan wat je in een blijf van blijf huis kan krijgen. Maar ja, dat klopt ook wel natuurlijk. Dat zal ook wel zo. Dus ja, het is nu nog even zoeken van waar ze naartoe gaan. Ze krijgt misschien ook een knop. Dat als hij in de buurt is, dat ze op die knop kan drukken of zo. En dan, dan schijnt er op een of andere signaal naar de dichtstbijzijnde rijden om de politieauto. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Maar in ieder geval dan... Zo angstig zijn ze. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen hoor, dat iedereen heel angstig is. Want hij heeft wel een wat antecedenten daarin. En ik had de kinderarts van het OLVG gesproken. Nou, de hele afdeling staat nu nog na te rillen van zijn agressie. Zo. Kom maar, gaan we de draaideur. Hoppatee. Waar is die vader? Druk even een knopje. Daar. Oh ja. Hoi. Kijk eens wie we hier hebben. Oké, papa. Waar is oma? Oma is er ook. Hoppatee. Goed zo, kom maar, gaan we. Ja. Wie is dat hier? Goedendag. Dag oma. Dag Jeff. Hey. Nog iemand meegenomen? Hey. Dat is zijn vriendin. Nee. We gaan al een tijd met elkaar om. Toen was Jordi 12 en je bent nu 28. Ja. Nou, een tijd, man. Kun je nog herinneren die tijd, Jordi? Ja, want we hebben het ook vaak genoeg over gehad. Ja? Ja. En een banja was hij, hè?
Ja? Nou, kijk, daarom vroeg ik toen ook bij de kinderbescherming ook. Ja. Van, omdat ze zeiden van, dat vroeger de Jan of Volk was geweest. Ja. En dat je nog steeds in dienst was. Ik zeg, als toch de Willem Gikkenstichting kan doen. Ik zeg dan, waarom niet Jeff, weet je? Want dat is voor mij vertrouwelijk. Ja, je hoeft niet te wennen aan een nieuwe pieper de klauw. Ik heb natuurlijk twee keer heb ik jou gesloten moeten plaatsen, Vien. Ja. Want het was niet zo makkelijk mannetje was jij vroeger. Nee. We hebben wel heel veel gelachen al. Maar het is allemaal nieuw, vers. En hoe het precies vorm gaat geven, weet ik op dit moment ook nog niet. Ook niet waar Colette uiteindelijk naartoe moet. Want ze moet uiteindelijk ergens haar eigen plek vinden. Ze zit wel daar zo. Ja, ze zit nog op een plek die geheim moet blijven. Nog even. Ja, dat kan je niet. Dus dat is gewoon zo. Uiteindelijk. Want er ligt wel een aangifte van haar bij jou. Dat heb ik wel begrepen. Oké. Okay, ja. Dus ja, maar dat heeft ze ook nodig om... daarvoor komt het steunpunt huiselijk geweld natuurlijk om de hoek kijken. Ja. Dat kan ook, die werken alleen maar op het moment dat er ook een aangifte ligt. Ja. Dus die is wel aangifte tegen je. Ja, oké. Okay. Zie ik hem nou weer twee weken niet of... Ja, wat mij betreft zie je hem morgen bij wijze van spreken, weet je. Ik probeer echt mijn best te doen dat het kan. Het zal eventjes zijn tijd moeten hebben. Nou ja, goed. Maar ik kijk even per moment even hoe het zit. Begrijp je? Hoe we het gaan doen met contact. Neem je helemaal mee, dan doen we hem samen even in de motor. Ja, sure. Kom. Yes. Jij mee, kom. Hij loopt steeds beter ook. Kom. Mooi, hè? Hoppa. Yes. Hey man, hij rustig, man. Oké. Kort die deur. Oké dan. Doei, doei. Tot ziens, hè, jongens. Wat, Chris? Doei. Verzwaaien. U mag meelopen. Mag ik meelopen? Ze weten dat we komen. Goed zo. Ja, ik zei het. Goed zo. De deur niet open. Dat is schat. Alles goed. Ja. Hoe lang kennen we elkaar nu? 11 jaar. 11 jaar. Want hoe oud is je, Laila? 10 jaar. Ja. Nou, dan ken ik je ook 10 jaar. Ja. Want ik ben pas gekomen natuurlijk toen... Ja, toen Shalila onder toezicht werd gesteld. Ja. En toen werd ik de gezinsvoogd. Ja. En wat doet een voogd? Die haalt kinderen weg bij ouders. Ja, dat zou heel erg onprettig zijn. Ja. Ja, dan komt het wel op neer, hè? Ja. Uiteindelijk in jouw geval. Ja. Maar de bedoeling is eigenlijk dat, om goed voor die kinderen te zorgen. Ja, die voogd zorgt goed voor mijn kindje. En hij heeft haar in een goede pleeggezin gezet. Nee, ik ben toen 10 jaar geleden bij je gekomen. Omdat toen woonde je nog in een andere instelling, hè? Eerst ging ik goed voor mijn dochtertje zorgen. Ja. En dan toen op een gegeven moment lukte het niet meer zo goed. En toen hebben ze haar naar een pleeggezin gebracht. Dat was voor mijn eigen best wel, voor haar best wel. Toen hebben we nog wel eens een begeleid bezoek gedaan. Hè? Zodat je toch wel Shalila kon zien. Zodat we samen naartoe gingen. Ja. En dat ging ook niet helemaal goed. Kun je dat nog herinneren? Ja. Wat ging er toen niet goed? Toen ik aan het voertuig bedoel je? Ja, ja, je zegt het in één keer al. Je wilde eigenlijk de benen... Ja, ik had mijn dochtertje ontvoerd. Want ze is al 1 jaar en ik wil graag voor haar zorgen. Ja, en toen heb ik haar ontvoerd. Maar ik heb het dezelfde dag weer terug, niet dezelfde dag, de dag erna, teruggebracht. Nou, nu ben ik bij jou, want dat is eigenlijk al, om met jou te praten. Van, nee, ik merk dat het nu goed met jou gaat, dat je rustig voelt, dat je prettig voelt. Ja. En dat het nu wel weer kan om Shalila te zien. Ja, ik wil haar zien graag. En ik ga de vrijdag zien ook. Ja, want we hebben daar een gesprek van. Nou, hoe gaat dan zo'n bezoek? Ja. En dan ga ik ook met Shalila praten. Want Shalila, die wil ook heel graag jou zien. Ja. Ze kent jou eigenlijk alleen maar van de foto. Ja. Want toen ze uiteindelijk wegging, toen was Shalila 1 jaar, denk ik. Ja. Ja. Dus daar komt een spannende momenten. We hebben al een keer eerder met elkaar gesproken. Jawel. Daarin hebben we gezien, oké, je kan het. Ja. Want het is natuurlijk voor Shalila heel belangrijk dat het rustig verloopt, gezellig verloopt. Ja. En dat het dat ze er een beetje op aan kan. Dat het geen teleurstelling wordt. Nee, het wordt geen teleurstelling. Nee, daar gaan wij op zo. Ik ben geen dingen van plan, dus dat is goed. Goed zo. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Ja. Hoe denk je dat Shalila jou zal noemen? Gewoon Gloria, denk ik. Want dat is misschien, daarvoor zeg ik dat ook. Het is soms een beetje verwarrend. En haar noemt ze mama, toch? Ja, precies. Maar ze weet, dat is heel goed dat je dat zegt, Gloria. Maar zij heeft altijd, vanaf het moment dat ze dat kon bedenken... heeft ze altijd geweten dat
pleegmoeder niet haar echte moeder is. Dat omdat het ze wit is. Als ze niet wit was, ja, dat was anders. Dat is goed. Dat is ook nog eens een keer zo. Maar ook omdat ze altijd geweten hebt dat jij, Gloria, haar echte moeder bent. Dat hebben ze altijd geweten. Ja. Ze hebben ook altijd een foto aan de muur. En wat ik ook met je wil afspreken, het gaat erom dat je contact hebt met Shalane. Het gaat er niet om waar ze woont. Nee. Dus je hoeft niet te vragen waar woon je of weet je de adres. Ja. Want die adres, dat hou ik nog even voor mezelf. Ja, dat is goed. Ja? Dus, ja. Dus daar moeten we ook niet over hebben. Ja. Oh, we staan op slot. Ik laat je in deze kamer, hoor. Kom je lekker bij me logeren. Zou je het leuk vinden? Ja. Ja, ik geloof er niks van. Nee, hoor. Ja. Gelukkig heb je me niet laten schrikken. Nee, vorige keer liet ik je schrikken. Ja. Vorige keer stapte ik uit en zei ik, hey Shalane. Toen kon je wel een halve meter van de grond volgens mij. Kom maar, kom. Dag Barry. Hi. Dat gaat alles goed. Ja, alles lekker. Kijk nou, is dat zo lang geleden? Dat is voor jou. Goed. Ja? Ja, prima. Mooi. Maar we kwamen nu voor deze prinses. Ga je gang. Hé, hey, weet je nou waarvoor ik ook weer kom? Nu. Waarom ik nu met jou kon praten? Nee, dat weet ik niet meer. Nou, ik heb met jou afgesproken dat het leuk zou zijn als je weer een keer contact zou hebben met je moeder. Met je biologische moeder. Want ja. Barry is jouw pleegmoeder. Daar zeg je altijd wel mama tegen. Maar je hebt ook nog een biologische moeder. En dat is de moeder die net zo'n kleurtje hebt als dat jij hebt. Want daar kom je ook uit. Dat is echt jouw moeder. Yeah. En je bent nu 10 geworden. 9 jaar geleden, toen je 1 jaar oud was, toen ging jij niet meer bij je moeder wonen. Want jouw moeder die heeft een beperking. Ze heeft een verstandelijke beperking. En dat betekent dat ze anders reageert op dingen. Zoals ieder mens wel anders reageert. Maar zij heeft een aantal dingen, is voor haar moeilijk, omdat ze daar begeleiding op moet krijgen. En daardoor woont zij ook nu in een instelling waarin mensen voor haar zorgen. Nou, als mensen voor haar zorgen, is het natuurlijk heel moeilijk als je dan ook nog eens een keer, als zij nog voor een kind zou moeten zorgen, in dit geval jou. Ja. Nou, en dat was het, dat het uiteindelijk ervoor zover kwam dat jij niet meer bij je moeder kon wonen. En dat we naar een andere oplossing zijn gaan zoeken. En dat was een pleeggezin. En daar woon je nu al, bijna 9 jaar. Ja. Dus zo is het gegaan. Maar al die tijd is het heel moeilijk geweest om contact te krijgen tussen je moeder en jou. En toen ben ik met Barry, met je moeder, in gesprek gegaan. Zo van, hey, zou het leuk zijn voor Shalane als we weer een contact gaan proberen? Eens kijken hoe het dan gaat. Of jij dat leuk zou vinden. Hoe vind je dat? Daar ben ik blij mee. Ja. En nou heb je natuurlijk een beetje een voorstelling hoe het is. Hè? Omdat je de foto's gezien hebt. Maar nu zal het wel heel anders zijn als je ineens met haar gaat praten. Maar mama Gloria, die is wel wat zenuwachtig voor het bezoek. En ik ook. Ja, jij ook. Ja. En dat wij is allemaal. Natuurlijk bij allemaal ja, natuurlijk, ja. Je moet gewoon een leuk contact hebben morgen met haar. Ja. Gewoon gezellig, kijken we hoe het gaat. En we zijn er allemaal bij. En het is gewoon eigenlijk de eerste contact weer na 9 jaar. Ja. Nou, dat was een heel verhaal van mij. Dan heb je vast misschien wel iets over te vragen. Ja, ik had wel een vraag, maar ik dacht wel dat het zo was. Ik weet niet zeker, maar ze is wel helemaal Nederlands, toch? Nou, ze heeft net zo'n mooie kleur als dat jij hebt. Ja, maar ze praat wel helemaal Nederlands. Ja, ze praat goed Nederlands. Ik vind het ook heel spannend voor Shalane, maar ook voor ons. Ik krijg zeker... als we er bijna zijn, krijg ik zeker kriebels in mijn buik, net als bij een achtbaan. Ja. Dat zou best kunnen. Ja. Ja, dat vind dus ik zit je met je gevoel eigenlijk in een achtbaan. Wij brengen ze aan de toe. Ja. En dan kunnen we hallo, mevrouw Van der Wul. Ja. En meneer Chapman, kunnen daar zitten. Dag mevrouw, komt u naar binnen? Goedemiddag. Mevrouw, als u nou op de rechterstoel gaat zitten, u, en de tolk naast de moeder, en mevrouw Breveld, wilt u dan daar zitten? Ja. Mevrouw Yildirim,
Ik ben de kinderrechter. Ik herken u van de zaak van Ezra en Ibrahim. Ik herken u nog. U bent hier opgeroepen omdat de gezinsvoogd van uw zoontjes, de jongste dan, die hebben het verzoek gedaan, of mevrouw van der Hulp heeft het verzoek gedaan om die twee jongens uit huis te plaatsen. Dus nou geef ik haar eerst het woord. Ik heb natuurlijk de zaak gelezen, er is heel veel gebeurd. Ik geef eerst het woord aan de gezinsvoogd om toe te lichten waarom ze een uithuisplaatsing wil. Ja, aangezien dit een gezin is met zeer complexe problematiek, met name door de lange hulpverleningsgeschiedenis die zij kennen. Met een welwillende moeder die de kinderen graag bij zich wil houden, maar ons inziens pedagogisch onmachtig is. En dat blijkt ook uit de lange ambulante hulpverleningsgeschiedenis, in ieder geval voor de twee jongsten, maar ook uit de uithuisplaatsingen van alle vier de kinderen. En tot op heden heeft de ambulante zorg die er het afgelopen jaar in heeft gezeten geen verbetering opgeleverd. Sterker nog, wij zijn van mening dat zij nog ernstiger in hun ontwikkeling worden bedreigd. Zo zien ze bij Umitan dat hij onder de blauwe plekken zit, dat hij rode striemen op zijn rug heeft, dat hij aangeeft dat het thuis is gebeurd. Hij is te dik. Ik ben ook bij de schoolarts geweest, de moeder was hier niet bij. Waarbij ik al die zorgen punt voor punt hoor en u me dan ook aangeeft. Ik ga naar bed wanneer ik wil, ik mag eten wat ik wil en dat gaat allemaal zo. Het zijn kinderen met ernstige gedragsproblemen die nodige traumatisch hebben meegemaakt. En wij willen behandeling voor beide jongens en een veilige plek om groot te groeien. Ja. Dus dat is waarom wij de machtiging uit huisplaatsing verzoeken. Ja. Goed, dan verder zie ik wel over Emiran. Daar heb ik dan als feitelijkheden die ik van belang acht, dat UNAL-zorg qua observatie thuis Umitan best wel redelijk, nou ja, niet hysterisch ziet of enigszins aanstuurbaar ziet. Alleen Emiran, dat die veel erg aanwezig is en gecorrigeerd moet worden. Met spullen gooit, scheldt op moeder, spuugt. Hoe vindt u dat het met uw kinderen gaat thuis? Ja, maar echt goed. Maar ik heb altijd spel thuis spelen. Ik heb 3 weken, misschien 4 weken altijd buurtactiviteiten. Ik heb ook kinderen mee. Maar hele leuke kinderactiviteiten in de bibliotheek samen geweest. Boeken lezen en internet spelen. U onderneemt leuke activiteiten. Ja, activiteiten, heel veel activiteiten. Maar er staat dus in, als ik die zaak lees, dan hoor ik dat de school zegt van, we zijn thuis geweest en de jongetjes breken de tent af. En de gezinsvoogd zegt dat ook. De juf van Umitan was het, ja. Die is bij u thuis geweest en die heeft het bezoek moeten afbreken. Omdat Umitan en Emiran de tent afbraken. De juf moest weg. Ja, want ze hebben ook heel veel meegemaakt met verschillende hulpverleners, alle kanten. En ze willen ook niet bij hun moeder weggehaald worden. Dus ze zijn nu de familie is gewoon een hele getraumatiseerde familie, ook door de verschillende hulpverlening. De gezinsvoogd gaf ook aan dat het ook waarschijnlijk komt door die verschillende instanties die allemaal over de vloer zijn gekomen, dat kinderen ook zich op een gegeven moment geen houding meer weten te geven, omdat ze niet weten waar het allemaal toe gaat leiden. En ik heb eergisteren, Umitan is bij mij met moeder op kantoor geweest en hij zat op de gang rustig 1,5 uur een boek te lezen van een automagazine. Dus ik heb zelf ook nooit aan de lijf ondervonden dat hij zo hysterisch doet. En hij zag er ook gewoon normaal uit. De cliënt betreurt het feit dat de William Schrikker Stichting nu opnieuw de mening is toegedaan dat Emiran en Emiran uit huis moeten worden geplaatst. Deze ingrijpende maatregel is volgens haar niet in het belang van de minderjarigen. De jongens zijn zeer aan elkaar gehecht. En zullen, als er tot uithuisplaatsing over zou worden gegaan, weer uit elkaar worden gehaald. De William Schrikker Stichting creëert door haar inconsistente beleid extra chaos en onzekerheid binnen deze kwetsbare familie. Het is schadelijk voor het hechtingsproces van de minderjarigen om nu na een jaar thuisplaatsing wederom weer uit huis geplaatst te worden. Mevrouw Yildirim vreest dat dit traumatisch zou zijn voor haar kinderen. De jongens zijn vorig jaar in juli vanuit de bascule naar huis gegaan.
met de duidelijke opdracht dat er ambulante hulp omheen moest, om het gezin gezet moest worden. En dat het netwerk daarbij ook moest ondersteunen. Nou, een jaar later zie ik helemaal niks van het netwerk, in de stukken niet. Ja, er is geen enkele aanwijzing dat er iets vanuit het netwerk is geboden. Maar ook de ambulante hulp, hoe goed en wisselend en alles hoor, alles geprobeerd ook, heeft het niet voor elkaar gekregen dat we een jaar verder ergens een groei hebben doorgemaakt. Dus mevrouw, om het eventjes heel duidelijk te zeggen, ik denk niet dat u voor de toekomst goed genoeg voor uw kinderen zou kunnen zorgen. Uw zonen hebben zoveel zorg nodig en zo'n speciale aanpak, dat ik denk dat u dat niet kunt geven. Het is heel erg vervelend voor u en u moet er maar met uw advocaat over praten. Ik denk dat dit in het belang is van uw kinderen. Ik kan u geen andere beslissing geven. Ja. Het spijt me. Ik wijs het toe voor een periode van een jaar. Wat ik altijd zei, kom ze. Kom bij. Kom niet. Ik wil je daar zitten met het zorg dat ik het over zijn niet nog een keer proef. Kan? Of stop. Kan je niet willen samen? Ja, alsjeblieft. Vanavond nog die kinderen plaatsen, want anders hebben we morgen één groot drama met politie. Dus ik ga zo meteen Umitan en Emiran. Je bent er. Oh, geweldig. Ja, ik heb je twee bedden. Ik ga ze vanavond brengen namelijk. Ja, Emiran gaat morgen, breng hem naar een andere plek. Maar voor nu moeten ze gewoon een bed hebben. Oh, je bent geweldig. Esra, goedenavond. Je spreekt met Jeff. Hoe is het met jou? Oké. Dat moet maar. Hanging in, zeggen de Amerikanen. Hey, lieverd, luister, voor ik je nou bel op een beetje gek tijdstip is dat ik op zoek ben naar je twee jongste broertjes. Jouw moeder zit ergens anders, maar jouw moeder heeft ze ondergebracht bij een buurvrouw. En dan dacht ik, dan weet jij vast wel welke buurvrouw dat is. Helemaal niet. Geen idee. Nou, die ga ik uit huis plaatsen. En dat weet je moeder ook, hoor. Omdat het thuis niet zo goed gaat. Dat is zeg maar kort het geval. Dat vond je zelf ook. Maar het gaat erom dat we even moeten weten waar die kinderen nu ondergebracht zijn. Daar heb je geen idee van. Mag ik wat vragen? Ja. Heeft u toevallig contact met uw buurvrouw, of niet? Nee. Nee. Kom maar. Ik heb hier geen zin in. Oké. Vooral niet meewerken. Ik wil met jou praten. Ik ben toch hier, sta je toch? Ja, maar gewoon niet grote gebouw. Gewoon rustig praten, want het gaat om jouw kinderen, niet om mijn kinderen. Ja, maar ik ben er wel niet mee eens. Nee, maar niet zo. Gewoon rustig praten, want dan denk ik dat je me gaat aanvallen. Dat is helemaal niet nodig. We gaan gewoon rustig praten. We hebben nu een plek.
voor je kinderen bij elkaar. Dat moet toch? Ik heb die kinderen niet bij me. Ja, dat moet toch? Ik heb die kinderen niet bij me. Je krijgt... Ik wil ook met dat is jouw schuld. Dat Estra zoveel problemen hier veroorzaakt. Nou, ben jij bent die voog, fucking voog. Dat is waar, daar heb je gelijk. Jij hebt die fucking plek niet geregeld voor haar. Daarom is er zoveel politie, zoveel ellende gebeurd. Ja, daar heb je gelijk. Dankzij jou. Ja, daar heb je gelijk in. Nou, ik heb het niet gedaan. Maar ik heb het mijn best. Dat heb jij gedaan. Wat heb jij gedaan? Je kan die plekken niet forceren, Fatih, of niet? Ik kan ze niet kopen, die plekken. Jij wist toch hoe ze was? Jij wist toch hoe ze was? Luister, we gaan er gewoon eens praten, want de politie komt er niet aan en we willen geen toestand. Ik wil gewoon met jou praten. Dus de politie mag komen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar nee, toen is de kinderen gewoon. Fatih, kom. Fatih, hou op, man. Fatih. Hey, man. Ga maar daar achteraan, Jeff. Ga maar mee. Nee, ik heb het nu voor elkaar. Dus die twee kinderen willen weten waar ze zijn. Dat zit. Ik weet niet waar ze zijn. Kom op, man. Je bent je vader. Waarom weet je als vader? Ik heb twee jonge kinderen. Waarom weet jij niet waar ze zijn? Ik weet niet waar ze zijn. Oké. Maar die met je ogen dicht aan praten. Waarom dat doe je? Je grote gebaren, maar je weet niet waar het is. Jij interesseert mij helemaal niet. Oké, Fatih. Dan houd het op. Dan zoeken we verder. Ja, zoek maar. Lekker. Ja. Zorgen wel, dus je zo hier. Hey, je verveelt je toch in die buurt of niet? Ja, hoor. Jeetje, kreetje. Je dacht dat het een saaie buurt was, maar nee. Echt niet. Fijne avond. Ja, hetzelfde. No. We komen nu terug. Ik kan nu rustig slapen. Nou, dat doe ik toch wel, hoor. Shit, gewoon niet gelukt. Al die poppenkast voor niks vandaag. Ja. Dag, Silaila. Ik heb mijn beugel meegenomen. Heb je beugel meegenomen? Hartstikke mooi. Oké, dan kan je die ook eens laten zien. Dag, Barry. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ja. Oké, je moeder is er al? Ja, die zagen we al lopen. We zagen je hebt al zien lopen? Oké, nou, dus die is de eerste spanning. Oh, nou, heel slim. Kom mee, meid. Gaan we even kijken. Gaan we dan naar binnen. Kom maar mee. In deze ruimte gaan we zitten. Goedemorgen. Ik ben Erik. Shalaila. Nou, Shalaila, kijk eens wie we hier hebben. Hi. Hoe gaat het? Goed. Oké, ba. Hallo mevrouw. Hi. Ja, dit is de pleegmoeder. Ben jij de pleegmoeder? Hi. Gloria. Goed hoor. Ja? Jawel. En met jou? Hartstikke goed. Oké, dan. Maar nu zitten jullie dan zo bij elkaar. Hey, zie je erin dat het je dochter is? Jawel, ik had zien. Behoorlijk, hè? Lachen en zo, ze doet het. Ja. Alleen jij hebt een hele mooie gouden tand. En Shalaila heeft een hele mooie beugel. Nee, maar ze heeft geen gouden tand, ze heeft wel een hele mooie beugel. Die heeft ze me laten zien. Heb je een beugel? Ja. Maar heb je geen echte tanden dan? Ja, een beugel is ook... Nou, vertel maar aan je moeder waarvoor je die beugel hebt. Laat maar zien. Nou, ik had eerst helemaal geen rechte tanden en nu zijn ze wel wat rechter. Ja, oh. Dus met geel erbij, wat mooi. Ja. Yeah. Wat mooi. Dan ben ik viool aan het spelen. Viool aan het spelen, hoor. Ja, kan je viool spelen. Yeah. Heb je viool zelf? Ja, die heb ik op school, maar we mogen hem nog niet mee naar huis nemen. Oh, mooi, hè? Ja. Kunnen we hem zo nog over? Ja. Ja. Zo, we zien. Gloria, oh ja, hier zit hij aan. Gloria, ik geef je een kus. Oh ja. Ja? Ja. Tot ziens. Ja. Bedankt dat je voor mijn dochter zorgt, hoor. Daar ben ik zo blij mee. Ik ben jou ook dankbaar dat ik voor je dochter mag zorgen. Nou, jullie komen er verder wel uit, hè? Jawel, ik weet de weg, hè? Oké. Okay. Nou, wie weet. Is goed. Oké. Okay. Oké, tot de volgende keer. Doei. Hé, hey, hoe vond je het zelf gaan? Leuk, goed. Wat viel je aan erop? Ja, ze is toch wel goed verzorgd, vind ik. Want ze kan praten en dat vond ik wel leuk, daar was ik wel blij mee. Ja. En wat je opvalt, dat ze in het begin niet wil praten en als ze moet praten, dan praat ze gewoon. Ja, dat je zag dat ze langzaam loskwam, ja. Ja. Ze moet even wennen aan de situatie, maar dat geldt voor iedereen en voor jou dus ook. Ja. Ja. Thank you.
Maar als je een bevel tot binnentreding hebt, kun je toch gewoon naar binnen? Ja, ja, ik kan de deur wel uithalen. Maar goed, de vraag is of dat nu wenselijk is. Want, verwacht je ze binnen? Ik vind het wel wenselijk. Ja. Nee, als we hier binnen zitten... Ja. Oké, okay, het zijn jongens. Ja, het jongens zijn heel druk. Die jongens zijn heel druk. Dan moet je blijven wachten dat de sleutelsmid komt om weer slot op te doen. Dus dan kunnen we ook niet zomaar weer weg, zeg maar. Die houden zich echt wel stil, hoor. Als ze niet weten dat ze eruit moeten, dan kunnen ze best hun mond even houden. Je hebt achter ook niks gezien, hè? Er zit een touwtje hier. Hier rechts. Marjoek, kom jij eens met je poes leggen. Dat is op je hele mond, hè? Ja, die heeft de boel gaan maar weg. Maar ja, voor zo zit ze gewoon boven. Ja, in principe mag die deur eruit, maar dat schiet je niks meer. Nee, dat was super kraam. Ik heb hem vorige keer ook een keer opgegeven. Wacht even, ik ga even kijken. Dus goed. Gaat om mee te gaan. Kijk maar, alles staat klaar. Hoe warm is die tent? Oh, ik heb één bewoner. Oh nee, oh, dan hebben we de dierenbescherming nodig. Hey, de tent is warm. Hier. Ja. Shit. Ja, ze zijn net weg. De tent is nog lauw. Zie je het ontbijt? Yoghurt met patat? Heb je die al gehad? Ik heb 's ochtends dan patat gegeten. Ja, dat geeft een beetje indicatie. Dat is niet normaal, hè? Nee, dat is wel eens, dat over, wel eens naar de nachtdienst, maar... Ik heb nog gekeken. Als we de spullen nu meenemen. Nee, ja, maar om de kinderen te halen. Ja, nee, dat is het probleem. Dan zegt ze, weet ik wel wat mijn meer hebben weggehaald. Wat? Weet u waar ze zouden kunnen zijn? Wie ze kent in de buurt? Denk ik niet hier. Want anders... Heeft moeder ook een heel groot probleem? Ja. Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Vind... Kijk, als ze. Hij doet nu. Ze doet. Hier tegen. Ja, maar. Of het bij vriendenkinderen is echt niet. Weet u waar ze woensdag waren? Nee, ook niet. Woensdag alleen kom samen rechtbank en dan terug naar Ben. Oh ja, zij was met haar rechtbank. Ja, dat weet ik. We waren er. Ja. Kimaste kapje? Waarom is daar naar politie? Maar ze zijn hier ergens in de buurt. Ben is sterren onun yardımcı olması ileride dönerdi bir şekilde çocuk onları. Böyle zorluk göstermeseydi çok yalvardık ona. Çok dil döktük ona. Zorluk gösterme. Vereceğim sanki, dedi değil mi ama teslim edeceğim sanki dedi. Sanki bir tatile gidiyor gibi ver çocuğu. En azından bu davranışın sana iyi olarak geri döner dediydik. Maar ze zegt ook niks tegen ons. Ja, het is erg hè. Kendi işini kendi zor atıyor. Ja, precies. Dat hadden we afgesproken. Maar we zouden om 10 uur ze ophalen en daar zijn ze nu niet. Maar ze zijn dus niet bij jou, zeg jij. Oké. Prima, gaan wij weer weg. Dankjewel, Fatih. Doei, doei. Hij is onderweg hier naartoe, maar hij heeft ze niet. Dus dan kunnen wij gewoon weg. Dankjewel. Hoi. Nou, hallo. Jeffrey? Jeff is hier voor jou. Joehoe. Oh, lekker donker hier. Er ligt er één in zijn bed, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen, het is hier middag in Nederland. Op dit deel van de aarde. Dit deel van de aarde. Hey. Goeie bed uit, jongen. Lig je lekker te slapen zo na een dagje school, jongen. Hé. Hey. Je ligt zeker wel lekker in je bedje, of niet? Laat me slapen, zeg even. Laat me slapen, zei die vorige keer ook. Hé, ik doe even je gordijn open. Waarom? Ja, omdat je zo mooi bent op kamer. Hier, kom je op. Je komt in de licht. Wow, je bent in licht. Mijn tv blijft uit. Ik wil naar de computer. Ja, dat zou kunnen. Hé, dat is een goed idee. Heb je nog meer van die goede ideeën? Nee. Oké, kom, laat me je zien. Waar? Ja, we duiken dan wel weg. Hé, als je niet onderuit komt, kruip ik erbij, hoor. Ik had mijn bandana op moeten. Je bandana? Doe je bandana op, jongen. Kom, doe. Oh, ja, dan gaat het nu niet. Nou, we zijn er bij de... Wat gaan we doen? Ik ga online. Online. En wat ga je dan spelen? Of ga je chatten? Ja. Wat ga je doen? Strike. Hé, hey, en dan had je papa heel lang niet gezien, hè? Ja.
En het ging eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Dus ik zou willen vragen, ja, hoe zou jij het willen nog? Met contact met papa? Weet ik niet. Dat weet je niet. Want ik heb er ook een beetje over nagedacht. Van, dat ik het ook heel leuk zou vinden als je gewoon steeds wat vaker contact zou hebben met je vader. Ja. Nou, wonen papa en mama niet bij elkaar. En papa woont ergens anders. Dus die komt ook dan ook op een andere dag. Nou dacht ik wel dat ook op de woensdag te doen, maar dan op de andere woensdag. Hoe vind je dat? Beter. Ja? Is dat een goed idee? Ja. Dus dat je elke woensdag komt er dan iemand. De ene woensdag komt mama. En de andere woensdag. Als jij het leuk vindt ook en dat papa het ook leuk vindt, dan komt je papa. Ja. Zullen we dat zo afspreken? Ja. Oké. Okay. Nou, dat wilde ik ook dus even met je bespreken. En verder ben ik ook benieuwd hoe het met jou gaat hier op de groep. Kun je daar iets over vertellen? Want je was vorige week een beetje bozig. Kun je dat nog herinneren? Ja. Ja. En hoe gaat het nu op de groep? En in je kamer? Kun je daar iets over vertellen? Nee. Nu even niet. Oké. Okay. Waar ben je nu in het spel? Nergens. Want ik zie allemaal dingen ontploffen. Wat zeg je? Nergens. Gewoon aan het knallen. Okay. Kunnen we ook iets samen doen? Nee. Dat is bij dit spel niet mogelijk. Alleen als ik in de andere kant van de wereld zou zitten. En waar eet jij nou straks? Ja, in mijn kamer. In je kamer? Helemaal alleen? Ja. Waarom eet je alleen? Kun je dat vertellen? Mag niet. Ik mag niet van hun boven. En, maar hoe komt het dat jij dan alleen moet eten? Weet ik niet. Hebben ze jou dat wel eens verteld? Nee. Maar wat denk je zelf daarover? Heb je enig idee waarom dat zou zijn? Nee. Nee? Probeer het eens. Probeer eens na te denken waarom dat dan is. Ik heb geen idee. Ook niet een klein beetje? Nee. Cleveland, goedemorgen. Je spreekt met Jeff Chapman van de Willemschikker Jeugdbescherming. Hey, moet je luisteren. Ik bel even over de kinderen Yildirim. Hoe is het nou uiteindelijk gegaan? Want dat is me een beetje onduidelijk. Want die kinderen zijn uiteindelijk bij jullie terechtgekomen. Hey, ik had haar gebeld en toen zei ze ook al dat ze druk bezig was met de buren een busje te regelen. Toen had ik de weekendchauffeur een toestemming gegeven om hem op te halen. Dus iemand van jullie die hebben uiteindelijk de kinderen opgehaald? Ja. Ja, ik ben in ieder geval blij dat het nou allemaal goed is dat de kinderen op hun plek zijn. Ik heb begrepen dat er één misschien overgeplaatst gaat worden binnenkort. Hallo. Fati, goedemorgen, met Eva van de William Schikker Groep. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik zou jou op de hoogte houden van de overplaatsing van Emiran. Ja. En we gaan Emiran vandaag overplaatsen naar het opvoedgezin. En je wordt dan vanmiddag even gebeld door iemand van de bascule die jou vertelt hoe het met Emiran gaat. Is niet leuk, maar ja, is goed. Ja? Oké, okay. Ja. Okay. Dan houden we. Dan, ik bel je aan het eind van de middag ook nog eventjes. Maar dan weet je dat hij vandaag wordt overgeplaatst. Nou ja, eigenlijk. Waarom niet zo'n haast? Nou, er was vandaag plek, dus ik moet hem vandaag overplaatsen. Oké, doei. Hey, Emiran. Emiran, goedemorgen. Goedemorgen. Weet je nog wie ik ben? Nee. Hallo. Eva. Hey, jij weet wat we gaan doen, hè?
naar ergens anders. We gaan ergens anders naartoe, hè? Umit hier blijven. Umit blijft nog even hier. Maar misschien dat we wel een afspraakje kunnen maken dat je hem gauw weer gaat zien. Wanneer kom ik terug? Je gaat hier niet meer naar terug. Nee, je gaat waar wij nu naartoe gaan, daar ga jij blijven. Waar komt mijn vader wel langs? We gaan ook afspraken maken voor bezoeken met je vader en met je moeder. Daar gaan we afspraken voor maken. Goeie vragen stel je. Ja. Hartstikke knap. Ja. Nee. Naar die witte bus. Nou, dan gaan we rijden. Wat zal ik doen? Zal ik daar gaan zitten of daar? Oké. Okay. Ja, naast jou. Helemaal mooi. Wel een hele grote tas. Hey, bedankt. Ik kan afzien. Doeg. Dankjewel. Zo. Jeetje. Beetje krap. Voor jou niet, hè? Echt denk ik hier wel. Alleen Jeff heeft weer geen gordels. Nou, dan gaan we op reis. Hey, ik vind dat jij het heel goed doet, Emiran. Het is wel een beetje spannend, hè? Nee. Niet? Zo. Even kijken, hoor. Ga maar even kijken. Hier is even zwaaien. Gaan we naar de auto. Zie je hem al staan? Hier. Gaan we op pad. Huppatee. Nou, ga maar zitten. Stap maar in. Goed zo. Gaan we even omheen doen. Kom even over je heen. Ja! Zo, zit je goed? Goed? Ja. Goed zo. Gaan we niet spugen. En ook niet bijten. Hé? Daar gaan we. Gaan we eens kijken hoe het met mama is. Ik ben wel benieuwd hoe het voor je gaat als je daar voor het eerst weer bent. Dat is toch wel lange tijd geleden met jou. Dat je, het is meer dan een jaar. Dat je in het huis bent geweest. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Kan je? Ja, ik kan niet zo goed praten, hè? Lekker schatje. Nou. Het ziet er mooi uit. Mooie nieuwe kleren. Heb je. Ja, daar gaan we. Cherie is uit huis geplaatst omdat ze al meer dan een jaar niet meer naar het kinderdagverblijf ging. En dat moeder zich helemaal afsloot van de hele wereld. Zover dat er ook geen gas, water en licht uiteindelijk meer was. Er was geen uitkering meer. En moeder werd daar heel onrustig van. Uiteindelijk zou ze opgenomen worden met een rechtelijke machtiging. Omdat men maakte zich toch wel heel veel zorgen over moeder. En toen heb ik besloten, toen die ondertoezichtstelling werd uitgesproken, ook in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechten, dat het handig was als Cherie dan toch op een andere plek zou gaan wonen, zodat moeder al haar zaakjes weer goed geregeld zou kunnen krijgen. En dat, dat ze daar wat meer tijd en aandacht voor had, want je begrijpt dat met Cherie is er toch wel heel veel energie kosten. Maar het is een heerlijke meid. En nu is moeder weer thuis. Ze is een lange tijd onbereikbaar geweest. Ze is ook opgenomen geweest, maar nu is ze thuis. Nu is alles weer een beetje aan het opbouwen. Nou, nu gaan we voor het eerst ook weer even kijken thuis. Ga mee. Dag allemaal. Kom maar. Zo, gaan we eens even bij mama kijken. Oeh, ik word in je snappen! Je schrik als het apen gaat! Ja! Hoi! Hallo! Jullie! Kusje! Ja, brassen! Ik weet niet wat er gebeurt, maar ja!
Nou, ze liep in één streep naar boven. Ik dacht, jullie komen niet meer. Ja, we zijn een beetje op aan het halen. Alles goed. Hé, hey, Betty. Hoe gaat ie? Chef. Huh? Goed? Ja. Alles goed. Brasa, brasa, brasa. Brasa. Oh, dat is lang geleden hier, hè? Hard, 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 kom. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. Ding, ding.